Hallo, ik ga je laten zien hoe je van de processing lessen van de dojo, les 6, bal die eeuwig naar rechts gaat, doet. Op de website van de dojo klik je op processing om naar de processing lessen te gaan. Wij gaan nu les 6 doen, bal die eeuwig naar rechts gaat. In de les leer je een if statement en die zijn heel erg belangrijk. De eerste opdracht is om een bal te programmeren die naar rechts gaat. Ja, ik zal hem eerst even runnen, dan kun je zien wat er gebeurt. Dus we maken een variabele aan met de naam x. Het is een getal met beginwaarde 50. In setup, dat gebeurt in het begin van het programma één keer, maken we een scherm met 600 pixels breed en 400 pixels hoog. In draw, in het tekenen wat het herhaald wordt, tekenen we een ellips die x naar rechts is, dus de eerste keer is dat 50, 50 omlaag, 50 breed en 50 hoog is. Daarna pakken we de oude waarde van x, tellen we 1 bij op en dan slaan we dat op als x. Dus dan wordt x van 50, 51 en dan wordt hij 52. Want als hij hier komt, bij het dak laten sluiten, gaat hij draw opnieuw doen. Dus de ellips wordt getekend met een x van 50, 51, 52, 53, 54, 55, 1000. Kortom, hij gaat naar rechts. Kijk maar. Hoppa, daar zien we hem. Mooi. Tijd om naar de opdracht te kijken. Ja, het nadeel aan dit programma is dat als de bal rechts uit het scherm is, dat hij dan weg blijft. Kijk, hop, daar gaat hij eeuwig weg. Er is nog niks dat zegt, als x te groot is, maak hem dan 0 of laag. Dat leren we vandaag met een if-statement. Dat zouden we kunnen doen met bijvoorbeeld op deze manier in onze code te zetten. Ik ga het meteen in de code zetten. Hoppa. Merk dat ik ook netjes inspring. Dan kun je mooi zien wat bij wat hoort. Ik zeg nu tegen de computer, lieve computer, als x groter, dit tekentje betekent groter, groter dan 200 is, dus als die 200 pixels naar rechts is, als de ellips 200 pixels naar rechts is, doe dan dit. Doe dan dit. En dan zetten we x op 100. Ik zal hem nu alvast runnen, dan kun je zien wat er gebeurt. Dus hij gaat naar rechts, tot x 200 is en zet hij weer op 100. Nou, hier komt hij blijkbaar op 100. Dus nu gaat hij de hele tijd naar rechts. Op, en pak. En pak. Dus nu gaat hij eeuwig naar rechts. Het is nog niet mooi, maar. Dus even kijken wat de vragen zijn. Oh, hier staat nog een keer het if-statement. If betekent als. Dan tussen de ronde haken komt er een vraag. Bijvoorbeeld x groter dan 200. Hier komt geen punt komma. Hier blijft het leeg. Als dit klopt, als dit waar is, als x groter is dan 200, dan gaat hij doen wat tussen de twee accoladen staat. In dit geval gaat hij x op 100 zetten. Opdracht 1. Volgens mij hebben we die al gedaan, we zullen eens even kijken. Zet de if tussen de code van het programma. Nou, dat heb ik al gedaan. Dat is mij gelukt. Opdracht 2. Zorg ervoor dat de ovaal helemaal naar de linkerkant van het scherm springt. Dus hij gaat nu naar rechts en hij springt inderdaad naar hier. En hij moet dus helemaal naar links. Nou, waar bepalen we dat hij daar naartoe springt? Dat is in deze regel. Als ik wil dat hij helemaal naar links springt, hij gaat nu, als hij springt, 100 pixels naar rechts. Maar als we willen dat hij helemaal naar links blijft, dan doen we bijvoorbeeld 0 pixels naar rechts. Dan gaan we even runnen. En nu zul je zien dat hij mooi springt. Hoppa, gedaan. Volgende opdracht. Zorg ervoor dat de ovaal helemaal naar rechts beweegt, voordat deze naar de linkerkant van het scherm springt. Dus hij moet... Hij gaat nu niet helemaal naar rechts. Hij moet dus helemaal naar rechts en dan moet hij springen. Dus de if-state moet veranderd worden. Als x hier is,
Nou, het scherm is 600 breed. Dus als x groter is dan 600, dan moet hij springen. In de code als x groter is dan 600, dan moet hij springen. Even kijken of het is gelukt. Dus hij is nu 200, 300, 400, 500 en 600. Pak, en hij springt. Je ziet hier wel nog zo'n half rondje. Als je zegt van ja, ik wil hem helemaal het scherm uit laten gaan, dan moet je hem nog verder laten lopen. Dat kan ook. Ik zet hem op 650. Ik weet dat is genoeg. Want dan gaat hij met zijn middelpunt 50 verder dan het scherm. Dus dan zie je hem net helemaal niet meer. Nou springt hij heel mooi. Kijk maar. Hoppa. Daar is hij. Mooi. Volgende opdracht. Bal die eeuwig naar links gaat. We gaan nu de bal naar links. We hebben dadelijk een ander if statement nodig. Daar staat if x is kleiner. Dit dingetje wordt kleiner dan genoemd. Dat kun je een k van maken. De k van kleiner dan. Dus als je zo'n balkje ervoor zet, het staande streepje van de k, heb je een k. Dus nu zullen we waarschijnlijk de bal naar links moeten bewegen. Maak een bal die eeuwig naar links gaat. Nou, ik zal eerst dus de bal naar links laten bewegen. We weten al hoe de bal naar links beweegt, want de ellips is x naar rechts en x wordt steeds hoger. Als we willen dat hij niet, omdat x steeds hoger wordt, gaat hij meer naar rechts en daardoor gaat hij naar rechts. Als we willen dat hij naar links gaat, dan moet x lager worden, want dan gaat hij minder naar rechts. Als ik hier een min van maak, zul je zien, hoppa, hij gaat naar links. Alleen jammer is, hij springt niet die kant op. Dat komt, we controleren of hij rechts het beeldscherm uitgaat, maar nu moeten we controleren of hij links het beeldscherm uitgaat. Dus als x kleiner is dan 0, dan is hij aan de linkerkant het beeldscherm uit. En dan zetten we hem aan de rechterkant terug, nou bijvoorbeeld 600. En dan zul je zien dat hij mooi springt. Je ziet ook hier weer dat hij hier dat halve rondje blijft plakken. Ik vind dat niet mooi, dus ik wil hem iets meer naar links laten bewegen. Namelijk nog 50 pixels meer naar links. Nou, dat kunnen we doen door in plaats van 0 een negatief getal te gebruiken. Dat heb je misschien nog niet gehad op school. Maar als je van 0 50 afhaalt, krijg je min 50. En min 50 is dus 50 minder dan 0. Nou, nu zie je dat hij mooi springt. Zullen we hem even nog een keer laten springen. Hij is nu op 200, 100, 0, min 50. Pak, daar is hij. Volgende opdracht. Bal die eeuwig omlaag gaat. Ja, we kunnen hem natuurlijk ook omlaag laten gaan. We hebben de bal nu naar rechts laten bewegen door de x-coördinaat te veranderen. Maar de bal kan natuurlijk ook omlaag of omhoog door de y-coördinaat te veranderen. Schrijf een programma waarin een bal eeuwig omlaag gaat. Maak het scherm 300 pixels breed en 200 pixels hoog. Dat is het eerste wat ik ga doen. 300 pixels breed en 200 pixels hoog. Volgende opdracht. Gebruik een variabele met de naam y. Prima. Dan pak ik geen x, maar dan pak ik y. Dan moet ik van alle x'en y'en maken. Dat doe ik. Y is dus hoeveel de bal omlaag gaat. Vervang de code ellips x 50 100 100 door ellips 50 y 100 100. Ellips 50 y 100 100. De ellips gaat nu anders bewegen. De ellips is nu altijd 50 pixels naar rechts en is y omlaag. Y is in het begin 50. En maar die wordt dan meer of minder. Hij is 100 pixels breed en 100 pixels hoog. We moeten nu zorgen dat de bal omlaag gaat. Nou, als we willen dat de bal omlaag gaat, dan moeten we van de ellips, dit zoveel die naar rechts, dit zoveel die omlaag is, hij moet dus steeds meer omlaag. Hij moet dus groter worden. Hij moet ook eeuwig omlaag, dus als de bal omlaag uit het scherm gaat, moet de bal weer bovenin komen. Als y groter
is dan de hoogte van het scherm. Het scherm is 200 pixels hoog, maar ik laat hem nog eventjes wat doorlaar, hoeft niet. Dan zet ik i weer op 0. Dus als i aan de onderkant het scherm uitgaat, als de bal te laag is gekomen, zet ik hem weer op bovenin. En kijk, daar gaat hij. Pop. Ook hier kan ik hem even door laten lopen, dat is wel leuk om te doen. Ik doe zeggen, nou, i is groter dan 5, 250. En dan zul je zien dat hier al mooier het scherm uitgaat. Hop, en dan begint hij bovenaan. Mooi, volgende opdracht. Nu gaan we de bal schuin laten gaan. We hebben nu twee variabelen nodig. Een x en een y. Want we hebben de x gaan we gebruiken om naar rechts te gaan. En de y om omlaag te gaan. Nou, dat doen we als volgt. We pakken, dit hebben we al een keer gedaan. We maken een nieuwe variabele aan met de waarde x en beginwaarde, met de naam x en beginwaarde 50. Setup blijft hetzelfde. Alleen de ellipse tekenen we nu x naar rechts en y omlaag. 100 breed en 100 hoog. X is x plus 1 en gaat naar rechts. Y is y plus 1, dat gaat omlaag. Als i groter is dan 250 moet je op 0. Maar ook met de x moet er wat gebeuren. If x is groter dan 300, dan moet x 0 worden. En ik denk dat ik hier 350 van wil maken. Dan gaat de bal echt mooi het scherm uit. Even kijken, hop. Dan komt hij daar, en dan komt hij daar, en dan komt hij daar. Hartstikke mooi. Het is me gelukt. Volgende opdracht. Dat is al de eindopdracht. De eindopdracht is dat hij nu niet naar rechtsonder gaat, maar naar linksonder. Hij gaat dus in de y-richting omlaag. Dat blijft hetzelfde. De y-coördinaat blijft, wordt meer en aan de onderkant moet hij naar boven springen. Maar in de x-richting wordt hij lager. Je zult ook moeten vragen, if de x is kleiner dan 0, dan moet hij naar de rechterkant springen. Heel veel succes met deze opdracht.